De actie wordt afgelopen middag door de mobiele eenheid beëindigd. Zonder verzet geven de krakers zich over. Hun punt hebben ze dan allang gemaakt. De vloek moet blijven. De eerste spandoeken hangen vanochtend vroeg al aan de reling. Het is de krakers duidelijk niet om de pier zelf te doen. De pier is gekraakt uit protest tegen de voorgenomen ontruiming van vrijplaats de Vloek in de Scheveningse haven. En de gemeente wil het ontruimen en slopen om daar een topzeilcentrum neer te zetten. En buiten dat het heel zonde is, is er ook al heel veel plek voor zeilsport in de haven. Vrijplaats de Vloek zit nu in een loods in de Scheveningse haven. Kunstenaars, muzikanten hebben er ruimtes en ook is er een veganistisch restaurant. De gemeente wil het pand gebruiken voor een topzeilsportcentrum. Rond een uur of 10 worden de eerste fakkels ontstoken. De politie blijft rustig op een afstandje. De pier is vooral een symbool voor de krakers. De pier is natuurlijk echt een Schevelings-icoon. En dit laat ook het beleid van de gemeente zien. Terwijl de pier staat te verkrotten, moeten allerlei leuke en goede initiatieven als de Vloek verdwijnen. Voor nieuwbouw, wat waarschijnlijk weer leeg komt te staan. En ja, dat is natuurlijk wanbeleid. De actie kan op sympathie rekenen van omstanders. Dat vind ik heel goed, want ik vind dat het de vrijplaats bewaard moet blijven. Omdat er al zo ontzettend veel leegstand in Scheveningen is. En ik vind dat dat eerst gebruikt kan worden voordat de zodanige locatie eigenlijk in beslag genomen wordt. Ja, ik vond het wel leuk in principe. Tenminste leuk, ze doen het natuurlijk voor de Vloek daar bij de haven. Maar ja, ik vind gewoon dat dit open moet blijven. Dat zal niet gebeuren. Want de krakers hebben geen plannen voor de lange termijn. We willen zo lang mogelijk blijven en ook zo lang mogelijk ons punt maken. Maar er is ook al veel politie aanwezig en het is natuurlijk afwachten wat hun gaan doen. Rond een uur of 1 loopt de mobiele eenheid zonder problemen de pier op. De krakers van de Vloek worden 1 voor 1 gearresteerd.